hoogtepunten en af en toe een dieptepunt. Met een flitsende start van Catablancavas en Van Empel. Het is daar een beetje uitkijken. Het is daar wat smaaltjes aan de voet van de Koppenberg. Een stukje parcours dat we maar één keer doen hier in de Blubber. De Blubber die er nog lastiger bij lag bij de belofte. Dus door de wind is er toch al wat meer bereidbaarheid. Maar sommige stroken, daar kan de wind niet aan. En daar blijft het baggeren. Dat doet Bitsema in de openingsfase prima. Honsinger die gaat erbij liggen. Dankzij het feit dat ze vooruitgang boekte. Want ze was zo vaak matig gestart. En wat doet Honsinger? Laat er geen gras over groeien. Er was overigens van gras niet veel sprake. Hij gaat onmiddellijk naar de kop en laat zien dat Bitsema het niet onder de markt zal krijgen. Voor Bitsema geen solo slim. Wel, in tegendeel. Het wordt een duel. Altijd die twee, met Catablancavas, die voor wat ruggensteun, nou, wat irritatie zorgt. Vanuit de achtergrond komt ze nog terug. Dat is niet het geval. Want Honsinger is de beste, duidelijk de beste, op de kassei van de steile Koppenberg. En daar maakt ze in deze cross tot vier keer toe het verschil. Bitsema wist dat. Bitsema wist dat ze het in de afdaling moest doen. En dat deed ze goed hoor. Maar in de klim kon ze Honsinger niet aan. En Catablancavas, winnares van Overijse, nu derde, 20 jaar jong.